ultra-orthodoxe Joden mogen geen uitzonderingspositie meer hebben als het gaat om de dienstplicht in Israël. Dat heeft het Hoge Rechtshof daar bepaald. Welke politieke gevolgen dat kan hebben voor Netanyahu bespreek ik met Israël-correspondent Ralf Dekkers en Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies aan de UvA. Ralf, ja, hoe groot acht jij de kans dat die groep ook echt het Israëlische leger in gaat moeten? Dat is inderdaad, hoe ga je dat afdwingen? Dat is de grote vraag. Ik verwacht eerder dat we massale protesten krijgen. Want de rabbijnen willen niet dat zij het leger ingaan. Ze zijn bang dat de jongeren... Er is wel een hervormingsbeweging onder die jongeren. Mm-hmm. Maar die rabbijnen proberen dat eigenlijk tegen te houden. Die zijn bang dat ze hun identiteit verliezen. Dat ze opgaan in de seculiere maatschappij. Dat ze naar de legercommandant luisteren in plaats van naar de rabbijn. Dus ik verwacht niet dat ze massaal zich zullen aanmelden bij het leger. Maar dat betekent dat die yeshivas, de religieuze scholen, dat die heel veel geld gaan mislopen. Voor elke student waar ze nu nog geld voor krijgen, die in de dienstplicht moet, daar krijgen ze geen geld meer voor. Dus dat betekent waarschijnlijk dik 100 miljoen euro per jaar dat zij zullen mislopen. Nou ja, dat is een flinke klap voor deze scholen. Ja, en want om hoeveel mensen gaat het eigenlijk die dan oproepbaar zijn, dus in de leeftijd dat je in het leger kan? Het gaat om 66.000 om en nabij ultra-orthodoxe Joden die op het moment dienstplichtig zijn in de leeftijd dus van 18 tot 26 jaar. En dan komen er jaarlijks zo'n 13.000 bij. Nou ja, met een oorlog in Gaza, met een potentiële oorlog in Hezbollah, een leger dat al moe gestreden is na 8 maanden strijd, kunnen ze die groep gebruiken? Aan de andere kant is het weer de vraag, deze groep, ja, die zijn natuurlijk niet getraind. Ze moeten de hele die opleiding nog gaan volgen. Dus of ze nu al een bijdrage kunnen leveren, dat is zeer de vraag. En Bart Wallet, ja, die Garedim, beroepen die zich ook echt op de Torah als het gaat over het niet willen dienen in het leger? Of is het een traditie waarvan ze zeggen, ja, we hebben nou eenmaal die uitzonderingspositie, dus laat ons? Ja, nou, zij zeggen eigenlijk, hè, onze bijdrage aan de staat Israël is op een andere manier. Dat is dus niet via het leger, maar door het doen van Talmud Torah, van de Torah-studie. Dus zij geloven zelf dat dat eigenlijk de beste manier is. En dat zij op die manier ook voor het voortbestaan van het Joodse volk zorgen. Maar hè, zoals Ralf net al zei, hè, er is eigenlijk grote angst bij de Garedim, met name dat het leger een soort seculariseringsmachine voor hun jeugd gaat worden. Hè, dat ze in het leger niet meer onder controle zijn van de rabbijnen en dat er allerlei dingen gaan gebeuren in het leger die verkeerd gaan uitpakken. Daar zit tegelijkertijd ook dan wel weer een kans voor de Israëlische overheid in. Hè, door te gaan kijken van kunnen er bijvoorbeeld aparte legereenheden komen voor de ultra-orthodoxen, waar ze tegelijkertijd ook iets aan Torah-studie kunnen blijven doen. Er zal zeker ook wel gezocht worden naar manieren om hen in te passen in het leger. Maar de angst is groot. Ja, want en in Israël gaan mannen en vrouwen op 18-jarige leeftijd het leger in. Zou dat dan ook voor deze orthodoxe groep gelden? Nou, vooralsnog wordt het alleen over de ultra-orthodoxe mannen gesproken. Dus de vrouwen, daar hebben we het nog niet eens over. Dus dat is echt nog wel een ander thema. Daar zit op zich ook nog wel iets interessants in, hoor. Die ultra-orthodoxe vrouwen zijn eigenlijk vaak degene die eigenlijk die hele economie van de ultra-orthodoxe gemeenschappen draaiende houden. Want zij zijn degene die werken, hè, terwijl hun mannen aan het studeren zijn de hele dag. Dus die ultra-orthodoxe vrouwen kom je eigenlijk overal in die samenleving tegen. En die zijn op een bepaalde manier eigenlijk veel meer geïntegreerd in de samenleving dan hun mannen dat zijn. Hoe wordt er eigenlijk door de rest van Israël naar deze groep gekeken? Want ik kan me voorstellen dat als je zelf het leger in moet, dat je denkt, ja, waarom ik wel meevechten en zij niet? Wordt er ook zo tegenaan gekeken? Daar werd al zo tegen aangekeken. En dat is nu sinds 7 oktober nog vele malen erger. Van waarom zou ik mijn zoon naar de frontlinie sturen, terwijl dat hun zoon gewoon achter zijn lessenaar kan blijven zitten. Dus je zag ook al vorig jaar met de protesten tegen de juridische hervormingen door de regering. Die waren onder meer van plan om het hoger huis de macht te beperken. Waardoor ze bijvoorbeeld zo'n maatregel, zo'n vonnis als nu niet hadden kunnen uitspreken. Of in ieder geval had de Knesset dat kunnen overroelen. Mm-hmm. Dus je ziet dat er die kloof wordt steeds groter tussen de meer seculiere en de ultra-orthodoxe gemeenschappen. Bijvoorbeeld met de coronapandemie zag je het ook. Dan waren de hele
de gemeenschap van ultra-orthodoxen, die hielden zich veelal niet aan de regels die werden afgekondigd. Dus nee, die kloof die wordt steeds groter. En als de orthodoxen nu besluiten om alsnog niet het leger in te gaan, nou ja, dan verwacht ik wel dat grote onrust in de samenleving zal zorgen. Ja, en Bart, ja, die groep krijgt ook vaak veel kinderen. De gezinnen zijn groot. Dus daarmee wordt de hele groep groter. Zie je dat ook in de maatschappij, dat ze daar meer macht krijgen? Hun stem, althans? Ja, ze zijn zeker maatschappelijk heel present. En hè, met name op bepaalde plekken. Hè. Dus het is heel geconcentreerd. Dus Jeruzalem, Beit Shemesh, Bnei Brak. Hè. Dat zijn echt plekken waar veel ultra-orthodoxen zijn. En ja, waar er gewoon hele delen zijn waar hun leefwereld eigenlijk domineert. Terwijl tegelijkertijd je natuurlijk een plaats als Tel Aviv hebt waar zij nauwelijks komen. Dus ja, je kan eigenlijk gaandeweg ook wel van twee Israël spreken, die voor een deel eigenlijk naast elkaar staan. En waar het onbegrip wederzijds eigenlijk ook behoorlijk groot is. Ja, en Ralf, hoe ligt dat dan politiek gezien met die macht? Zou je kunnen zeggen dat Netanyahu wordt vastgehouden door die ultra-orthodoxe flank? Ja, je zit eigenlijk tussen twee vuren. Je hebt de rechtsnationalistische flank, die wel in het leger dienen. De Ben-Gvirs en de Smotrich's, die gaan massaal het leger in. En dan heb je inderdaad de andere kant, de orthodoxen, die dat niet doen. En dit is wel een breekpunt voor die ultra-orthodoxen, die houden voet bij stuk van wij gaan niet het leger in. En ik zie dat ook niet gebeuren. Dus dat betekent uiteindelijk het einde van deze regering, zo moet ik inschatten. Misschien niet nu meteen, maar dan wel over een aantal maanden. Ja, want hoe lang kan Netanyahu die beslissing dan oprekken? Hoe lang kan die tijd rekken? Nou ja, hij hoopt dus in ieder geval het zomerreces te halen. Dat gaat dan door tot het einde van de feestdagen, begin november. Dus in die periode zal hij proberen te overleven. Maar dan komt het probleem weer volledig naar voren. En dan zullen er knopen moeten worden doorgehakt. En Bart, nog even over die secularisatie of de angst daarvoor bij rabbijnen en andere invloedrijke stemmen binnen die groep. Is het zo dat de kinderen, de gezinnen, de nieuwe generatie ook bij die orthodoxe vleugel blijven? Of zie je ook dat er geïntegreerd wordt of geassimileerd wordt? Ja, nou, wat je ziet is dat gemiddeld ultra-orthodoxe 7 kinderen krijgen. En dat van die 7 kinderen er uiteindelijk 5 ultra-orthodox blijven. Dus 2 die verlaten dan de gemeenschap. Dus per saldo groeit de gemeenschap. Hè, maar minder snel dan zou kunnen. Omdat er eigenlijk ook altijd wel een groep is die naar de seculiere gemeenschap vertrekt. Ja. Nou, we gaan kijken wat dat met het kabinet van Netanyahu gaat doen, dat toch al onder spanning staat. Dank voor nu, Israël-correspondent Ralf Dekkers en Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies.